ook op de Hernense paardenmarkt. Nee, ik mag geen paardenmarkt zeggen. Hè. Op de Hernense markt staan de paarden. Een persoon die in Wijchen toch wel heel erg belangrijk is voor de paarden is de heer Cor Jansen. Cor woont in Bergharen, maar het is een echte Wijchenaar. Cor, ik zie hier een parcoursje uitleggen. Waarom is het parcoursje uitgelegd? De parcours is uitgelegd door een lid van de... hoe moet ik het eigenlijk stellen? De parcours is niet van ons, van onze vereniging. Maar dat is door de heer Petert, de zadelmaker hier in Herre. En die heeft hier zijn paarden staan. En die geeft hier dadelijk een clinic, laat maar zeggen, om paarden die eigenlijk op een bepaalde manier afgericht zijn, zeg maar, om dat te demonstreren en aan de mensen laten zien. Dus dat op de eerste plaats een paard moet, net als kinderen, ook luisteren, gehoorzaam zijn. Maar de eigenaar die moet ook heel consequent zijn tegenover de paarden, zeg maar. Nou, en bij wijze van spreken, hij laat hier dadelijk dus die kliniek laat je zien. Maar wij zijn hier in feite van het aangespannen paard, maar zowel Rijk van Nijmegen. En wij verzorgen hier alle jaren de ritjes, laat maar zeggen, hier bij het kasteel. We kunnen het eigenlijk zo stellen. De ouders die komen hier naar de Herrense Stratenmarkt. Ze hebben de kinderen bij. Nou, en het is hier zo, de ouders hebben vertier, maar we moeten ook zorgen dat de kinderen vertier hebben. Nou, en daar doen wij. Het is eigenlijk voor een groot gedeelte ook hobby, vrijwilligerswerk, zeg maar. Nou, en wat nog alle jaren, de laatste 7, 8 jaar, dus ja, in goed overleg, dus met de herstraat maar gedaan wordt. Het aangespannen paard, zei je, is dat dan wat ik hier achter me zie? Ja, het aangespannen paard is, we rijden hier met 3 aanspanningen, zeg maar, en dat is van het aangespannen paard. We hebben zelf hebben nog een 60 leeën van het aangespannen paard, zeg maar. En daar de kleine helft, die rijdt aangespannen, rijdt zowel ritten, rijdt wedstrijden, allemaal. Nou, en het is een soort hobby. Is dat, Cor, een vereniging, het aangespannen paard? Is dat een Nederlandse vereniging? Het aangespannen paard is een vereniging. Die heeft vorig jaar hebben we daar het 35-jarig bestaan mee gevierd, zeg maar. Nou, we hebben dus alle zomers hebben wij in Bergharen hebben nog een onderlinge wedstrijd vanaf de afdeling. Waar de Wijchense omroep ook foto's maakt, want daar heb ik dus ook nog foto's van, zeg maar. Nou, en dat is nu ook weer de half juli, dus organiseren door weer een dag. Dus, Cor, ik vind het wel prachtig, de zon schijnt weer en als ik dit dan zo zie, hè, dan denk ik, het is toch uniek hè, dat we dat hier in Herne kunnen houden. Dat is ook, laat me zeggen, en daarom zeg ik ook, laat me zeggen, het is een hoop vrijwilligerswerk en als je dat niet samen doet, dan komt er niks meer van terecht. En, dat is maar alles hè? Ja, dat is maar alles. Ja, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Kijk, maar je moet elkaar ook iets gunnen. Kijk, en niet van altijd ikken. Maar het is, je moet het gezamenlijk doen en door werken doen. The waves, we staan nog steeds op die Hernense Stratenmarkt en dan komen we langs de kippen. Meneer, u bent lid van de Kleindierenvereniging Druten. Drutense Kleindieren Sportvereniging. En diverse rassen kippen zie ik. Wij hebben diverse rassen kippen, al waar gelang de smaak en de variatie van de leden. Ieder lid of iedereen kan lid worden met een ras aan kippen. En dat is maar net wat hun leuk vinden. En daarin proberen hun een beter ras tot stand te brengen. Nou zei u net dat die leghoorn op zich niet bijzonder is, maar de kleuren van de kip. Nou, de leghoorn is al een heel oud ras. Nog voordat het geïndustrialiseerd werd, zeg maar, had iedereen vroeger leghoorns lopen. En in dit geval zijn ze dus in de vergetelheid geraakt. Alleen als liefhebberfokkers krijg je natuurlijk wel dat mensen toch weer teruggaan naar een bepaalde kleurslag of wat men vroeger thuis had lopen.
En al naar gelang hun eigen voorkeur gaan mensen ook weer kleuren opzoeken. Nou is dat een hele bijzondere. Dit is een haan, hè? En dit is ook een kip. Dit zijn Nederlandse Lego en Columbia kleur. En Columbia kleur is dus wit met die zwarte tekening erop. En dit is een bufkleurige. En dat buff is een beetje, ja, in Duitsland zeggen ze gelb, geel. En die zijn ook heel zeldzaam. Met name gewoon vanwege de kleurslag. Niet als ras, maar wel als kleurslag. Hoe kweek je dan op zo'n kleur? Door een fokker op te zoeken die ook die kleur heeft. En ik denk dat er in die kleur zijn in Nederland, denk ik, 4 fokkers. En de rest moet je inderdaad of uit Duitsland halen of uit in ieder geval elkaar helpen om de kleur in stand te houden. Dus jullie weten elkaar te vinden als het over diverse rassen gaat, dat het over kleuren gaat. Dat is natuurlijk wel uniek. Ja, is redelijk uniek. Alleen je moet het wel gunnen, elkaar ook gunnen. Dus dat gebeurt. Ik bedoel, je bent afhankelijk van elkaar om die kleur in stand te houden. Dus je wisselt ook eieren uit of je wisselt ook fokdieren uit. Kijk, de haan geeft aan dat wij gaan stoppen met het interview. Dank u wel voor uw informatie en een fijne dag. Dank u wel.